Hallo kijkers van Doe Maar Game. Leuk dat jullie kijken naar deze nieuwe video. In deze video ga ik met jullie lekker verder met Survival Island. En dit is als het goed is alweer de... Moet ik even nadenken. Dit is geloof ik de 33e episode. En ik heb er weer evenveel zin in als de vorige keer. En deze keer gaan we lekker verder waar we waren gebleven. Dat is hier op ons mooie eilandje waar ik eigenlijk nog steeds geen naam voor heb. Dus hebben jullie nog een leuke naam voor mijn eilandje? Laat het hier beneden even leuk achter in de comments. Want ja, ik bedoel, zo'n mooi eiland in bezit hebben moet natuurlijk ook beloond worden met een mooie naam. Dus dan snap je ook een beetje wat ik bedoel. In ieder geval, deze episode gaan we lekker verder waar we waren gebleven. Dat is hier. En de vorige episode zijn we natuurlijk begonnen aan onze prachtige haven. En daar wil ik deze episode ook mee gaan haven. Het is meer een beetje een... Ja, eigenlijk is het een haven met een brug die uiteindelijk helemaal naar de overkant moet. En daar gaan we de komende episodes een beetje mee bezig. En uiteraard ga ik ondertussen praten over onderwerpen die jullie hebben ingezonden. Voor vandaag heb ik eigenlijk al een klein beetje een onderwerp. En denk jullie nog een leuk onderwerp te hebben voor de volgende episode, dus de episode van morgen. Zorg er even voor dat je hier beneden in de comments een leuk onderwerp achterlaat die ik dan morgen zou kunnen behandelen in de volgende Survival Island video. Maar voordat ik ga beginnen met deze video ga ik eerst even iemand op de Wall of Fame zetten, want dat moet natuurlijk ook gebeuren. Dus ik ga heel even naar binnen. En we weten allemaal dat we vakantie hebben. Tenminste, ik heb nu vakantie. En voor heel veel mensen is de vakantie net voorbij. En ik moet zeggen dat ik liever als tweede vakantie heb dan als eerste. Want nu kan ik het lekker bij iedereen erin wrijven. Van ik heb lekker vakantie, G, en jullie niet. Yeah, nee, grapje mensen. Maar ik vind het altijd wel episch als ik vakantie heb en andere mensen niet. Dat vind ik altijd wel leuk. Ik weet niet, dat is gewoon grappig, weet je. Dan kun je bij mensen lekker zeggen van ik heb vakantie, jij niet, hè? Nee, nee, oké, dat is best wel flauw, maar jullie snappen wat ik bedoel. Oké, degene die ik op de Wall of Fame wil zetten is, even kijken, Rory Konings. Dat schrijf je zo. Gefeliciteerd bro, je staat op de Wall of Fame omdat je al mijn video's likte. Wil jij nou ook op de Wall of Fame? Zorg natuurlijk even voor dat je een like achterlaat op deze video. Deze video deel met je vrienden. En wat je eigenlijk ook even moet doen en wat ik normaal eigenlijk nooit vraag is dat je even een belangrijk en mooi berichtje stuurt. Dus niet alleen maar mag ik op de Wall of Fame, echt hallo Job, ik ben die en die en ik zou graag op de Wall of Fame willen omdat. Zulke berichtjes ga ik serieus op in. Dus schrijf even een mooi berichtje in de comments. Je mag hem van mij met je eigen account liken. Ja, daar word je niet bepaald beter op gezien naar mijn mening. Dus je kunt hem met meerdere accounts je reacties gaan liken zodat je bij Topwedded comments komt staan. Maar dat helpt niet echt. Tenminste, I don't know. Misschien vind ik dat wel... Misschien zie ik dan juist dat je de moeite ontsteekt. Ik weet het niet. In ieder geval, de heilige boom. Oké. Zullen we dat doen? Zullen we deze boom gaan vereren? Oh, heilige boom. Ja, we hebben een heilige boom. Episch. Maar vandaag heb ik weer een leuke dag op school gehad. Tenminste, ik heb vandaag twee repetities gehad. Eentje van Engels en eentje van Nederlands. En die van Nederlands ging best goed. En die van Engels ook, terwijl ik gisteren nog dacht dat ik het zou gaan verneuken. Maar meestal als ik denk dat ik iets ga verneuken, gaat het goed. En als ik denk dat iets goed gaat, dan gaat het goed. Dus technisch gezien gaat het bij mij meestal wel goed. Maar in ieder geval, we willen dus verder gaan met de haven. En waarom ben ik rondjes aan het lopen als een of andere Jostie? Kijk, neemt hij trouwens wel op. Nee, nee, top. Ik ben trouwens best wel bleek. Ik ben ook best wel moe. En mijn ouders willen ook dat ik een beetje ga uitrusten naar vakantie. Ga ik ook zeker weten doen. Maar uiteraard komen er nog heel veel vette projecten op. Doe maar gamen. League of Legends, Minecraft en heel veel andere vette shizzle. En dit is best episch. Ik bedoel, het heeft wel wat, naar mijn mening. Dit zo. Alleen tot hier moet het stoppen. Want hier, zeg maar, komt dan de... Ja, jullie weten het wel. Hier is dan, zeg maar, het nieuwe gedeelte. En hier mag het dan wel weer gewoon verder gaan. Het mag tot hier, voor mij. Dat vind ik nog mogen. We hebben vandaag een soort van voorlichting gehad op school. En dat ging dus over de penis en shit. Maar dan vind ik het altijd zo vervelend als mensen zo hard gaan lachen. Dat vind ik echt kleine kinderen. Ik bedoel, kom op mensen. Ik zit in de tweede. En als je dan nog moet gaan lachen om zulke dingen. Sorry, maar dan vind ik je toch echt wel een klein beetje een klein kind. Ik bedoel, oké, als je nou in groep 8 of 7 zit of in klas 1. Dat je dan nog een beetje moet giechelen omdat het de eerste keer is dat je dat hoort. Oké, weet je, not my problem. Dat heb ik ook gedaan. Ik lag ook in een deuk, maar... Come on mensen, in welke groep zitten we? Van die mensen die daarom dan vol met volle borst om gaan lachen. Ik kan daar gewoon niet tegen, ik vind dat echt zo dom. Weet je, laat even in de comments of jullie dat al hebben gehad. Ik ben namelijk wel best wel benieuwd. Maar ik vind het best wel vervelend als mensen daarom lachen. Ik snap het wel, het is best wel grappig en jadi jadi ja, hartstikke leuk. Alleen please, kom op. Je hoeft er niet zo'n drama van te maken, kom op. Ik bedoel, zo erg is het nou ook weer niet. Ik bedoel, een jongen heeft een lul, de vrouw heeft een kut, ja. Dat is het gewoon, meer is het niet. Ik bedoel, nou oké, er zitten natuurlijk nog heel veel andere dingen zitten eraan verbonden. Nee, niet aan die lul en aan die kut. Eigenlijk ook, want aan de lul zit natuurlijk de bal. Oké, we gaan gelijk even over iets anders praten, want dit gaat helemaal de verkeerde kant op. Survival Island, een serie die ik dagelijks doe op mijn game, waar jullie altijd plezier in hebben. Daar gaan we deze episode mee verder. En ik ga even wat meer van die slaps maken, want holy shit, daar heb ik echt veel van nodig. Hoppakee. Voor de haven. Of wat de fuck is het eigenlijk? Is het een haven? Kan ik het überhaupt wel een haven noemen? Holy moly, het is toch geen haven? Maar het kan wel, maar alleen ja, ik weet niet. Ik wil echt graag paarden hebben. Dat lijkt mij episch. En dan bone. Wat is het ook alweer? Meatbone of zo. Dan gaat hij op de kop zitten. Dat is leuk. Dat heb ik bij PM gezien. Project Minecraft. Ja, inderdaad. Dat kijk ik. Oké? Voor de mensen die me dat echt fucking vaak vragen. Ik ben ook gewoon een mens hoor. Ik kijk ook gewoon andere YouTubers. Dat snappen sommige mensen niet. Hè? Holy shit. Oké, even kijken. Hoe gaan we dit doen? Zo. Hoppakee. Oh, dit is fresh. Dit is episch. Zo. Kijk, dit is vet. Ik bedoel,
Come on, dit ziet er toch best vet uit. Oké, je kunt er gewoon vanaf vallen. I don't care. Of we moeten hem even iets hoger maken. Misschien is dat nog wel beter ook. Alleen we hebben super weinig ventjes. Nou, super weinig is een beetje overdreven. Maar we hebben niet genoeg ventjes om dit helemaal goed te doen, denk ik. Hoppakee. Maar dit ziet er best wel fresh uit. Het heeft wel wat, weet je. Een mooi brug. Vanaf daar ga ik het dan zeg maar niet meer doen. Maar dat je er zeg maar gewoon leuk zo op kan lopen. Ja. En dan kom je hier en dan is er niks meer. Maar ik vond hem eigenlijk mooi toen hij de bovenkant niet had eigenlijk. Dat, ja, nee. Dat heeft gewoon wat meer stijl. Hoe de fuck je het ook wil zeggen. Ik weet het niet. Ik vind dat in ieder geval mooier. Zijn ook gelijk wat minder ventjes kwijt. Zo. Dus op de Wall of Fame laat een beetje een leuk berichtje achter. Gewoon waarom je op de Wall of Fame wil. Dan kan ik dat lezen. Dat vind ik een stuk leuker dan ik wil op de Wall of Fame. Want dan weet ik niet wie je bent. Dan weet ik niet waarom je op de Wall of Fame wilt. Dat vind ik minder leuk. Dan kan ik niet echt. Dan heb ik geen reden. Dan kan ik niet zeggen van ik zet hem op de Wall of Fame band. En ik vind het veel leuker als dat wel kan. Dus dat is de reden waarom je gewoon even moet schrijven waarom jij op de Wall of Fame wilt. Dus niet ik wil op de Wall of Fame. Nee, maar waarom? Waarom wil je dat dan? Ga mij eens even vertellen waarom jij op de Wall of Fame wilt. Kijk, zo. Dat bedoel ik. En holy shit, dat hebben we veel hout nodig. Moly de moly. Nou, dat maakt niet uit. Weet je wat het is? Het kost wel veel hout. Maar ja, fuck die shit, weet je. Misschien ga ik het ook wel helemaal niet doortrekken, hoor. Ja, dat klinkt heel apart, maar jullie snappen wat ik bedoel. Misschien doe ik dit gewoon voor de lol zo. Het ziet er best episch uit. Zullen we het dan zo doen? En dan daar tosjes. Kan dat? Dat zal wel epischheid eerste klas zijn, eigenlijk. Dat is... Dat kan niet, hè? Nee, dat kan niet. Maar ik wil eigenlijk wel hier ergens tosjes hebben. Ik kan in principe ook wel van die pilaren maken, gewoon. Gewoon, ja, gewoon pilaren, zoals ze dat al zeggen. Gewoon hier langs de kust. Kijk, dan kun je dan je paarden vastbinden, maar er kunnen ook tosjes op. Oh, kijk, dat is een mooie sfeer, gek. En nou hoeven mij niet precies om de zoveel blokjes, maar dat ziet er wel leuk uit. Kijk. Ja, kijk, dat heeft stijl. Dat vind ik leuk. Vind ik leuk. Weet je wat ze eigenlijk op Facebook zouden moeten hebben? Een vind ik niks knop. En dan fuck jou. Oh nee, oké, dat is een beetje te overdreven. Maar ik vind eigenlijk dat ze op YouTube. Of op YouTube hebben ze de dislike bar. En ik vind eigenlijk dat ze op Twitter. Dat ze daar de ja, ik vind nee, op Facebook moeten ze eigenlijk een soort van. Een duimpje naar beneden hebben. Die is vind ik niet leuk. Kijk, je kunt natuurlijk wel een like achterlaten en daarna klikken. Vind ik niet meer leuk. Maar dan staat het er niet. Er moet echt staan van. Job van Grafhorst. Vind dit niet leuk. Weet je, dan krijg je dat. Dat is leuk. Nou, dat is leuk. Nee, maar jullie snappen wat ik bedoel. Dat lijkt mij episch. Dat lijkt mij gewoon. Dan kun je gewoon ervan zeggen wat je ervan vindt. En ik weet niet. Het is gewoon chill. Het is gewoon episch, naar mijn mening. Waarschijnlijk gaan er ook weer veel mensen zeggen... Nee, want er gaan mensen die elkaar niet mogen gaan tegen elkaar zeggen... Van vind ik niet leuk en dat is niet leuk. Ja, nou ja, daarom ook vind ik niet leuk. Dan doe je ik vind ik niet leuk dat, weet je. Ach ja, sommige dingen die zijn er nou eenmaal niet. Om onze eigen bestwil, denk ik. Hier was het. Ja, dit was zeg maar als je vanaf hier... naar voren gaat. Ik kan het net zo goed even zo doen. Dan, ja, maar dan moet ik dit even weghakken. En dan... Ja, nou ja. Het is gewoon zoals het is. Zal ik hier nog maar even wat ventjes plaatsen, zo. Zo. Hop. En hop. En ik vind dat wel leuk, weet je. Ik heb nu gewoon een mooie brug. En die wil ik eigenlijk natuurlijk wel even verder gaan maken. Dus dat ga ik even doen. Zo, en gaan we verder met de brug. Want we willen natuurlijk wel even een mooie brug hebben. Want bruggen zijn ook best wel belangrijk naar mijn mening. Ik bedoel, het is belangrijk dat we een haven hebben. Maar we moeten natuurlijk ook van de ene plek naar de andere kunnen lopen. Dat is natuurlijk mooi als we daarvoor een brug hebben. Dus vandaar. Maar ja, vakantie mensen. Oh mijn god, dat is fijn. Vakantie. Wie heeft daar nog geen zin in? Ik heb echt zin in de vakantie. Ook al heb ik het al. Nou, eigenlijk is het vandaag nog niet officieel vakantie. Morgen is het officieel vakantie. Maar ik heb het gevoel alsof het nu al gewoon lekker vakantie is. En dat is episch. Zo. Kijk, zo gaan we dan gewoon een brug bouwen eigenlijk. Ik vind het wel leuk. Ik vind het wel gezellig zo. Leuk bruggetje. Ik vind het in principe wel wat hebben, mensen. Kijk. Kijk, ik moet wel zeggen. What the fuck? Nee, dat moet ik niet zeggen. Oh, we zijn hier vergeten een lijn bij aan te sluiten. Ik wou net zeggen, want dat klopt niet helemaal. Ik ga trouwens morgen met Job weer een nieuwe vlogvideo opnemen. Ik hoop dat jullie daar weer zin in hebben. Wordt weer zo'n hele leuke vlogvideo. Want bij de vorige episode waren er 750 likes. En elke keer als er op een vlogvideo waar ik echt heel erg veel tijd in ben. Want dan ben ik ongeveer 4 uur mee bezig om te... Nee, ik ben ongeveer 4 uur mee bezig om te recorden. En 3 uur met bewerken. Dus ben ik in totaal echt een hele dag mee bezig. Daarom vraag ik altijd 750 tot 800 likes voor. En de vorige episode, de volgende episode wordt echt episch. Want als het dan bij de 1000 likes ga ik wat heel speciaals doen. Maar dat horen jullie nog wel. Dat komt helemaal goed. Maar dit is wel episch, hè. Ik vind het best wel erg vet. En jullie waren trouwens best wel enthousiast over de Hunger Games met Job serie. Weet je wel? Dat is de Hunger Games samen met Job. Oh, daar waren jullie zo enthousiast over. Die moet ik deze vakantie ook nog even verder gaan maken met Job. Ga ik zo meteen trouwens even doen.
ik zal meteen even een nieuwe Hunger Games met Job opnemen. Dat is Hunger Games samen met Job. Ja, dat weten jullie. Oké, dit is best wel leuk. Weet je, nu heb je al gelijk een beetje het idee dat er daadwerkelijk wat aan het eilandje gedaan is. Het is een leuk bruggetje, weet je, een leuk steigertje. Ik vind het wel mooi zo. Alleen het enige wat ik nog even moet gaan doen, ik kan dit trouwens gewoon weghakken, dat bedenk ik me net. Maar het enige wat ik nog even moet doen, is dit ook nog even zo doen. Zodat ik in elk geval zo meteen weer van die mooie torsjes neer kan zetten. Want die maken het wel een stuk... Ja, ik weet niet, dat heeft wel wat. Ik vind het wel wat hebben. Ik vind het leuk. Vind ik leuk. Hoppakee, kijk. Zo. En op deze manier kun je het dan toch wat, ja, fancier maken eigenlijk. Ik vind het wel mooi zo. Hop. Ja, kijk, dit is episch. Oh, kut. Wat doe ik nou? Dat is weer wat minder episch. En dan kun je gewoon bijna ademen. Dus als ik nou zo doe... Kan ik dan ademen? Oh, nee, dat kan ik niet ademen. Ik dacht heel even dat je dan kon gaan ademen. Oh, maar nu is het gewoon één blok, hè? Ja, dat is gewoon één blok. Dat vind ik wel grappig gedaan. Dat als je dan twee van die slabs op elkaar zet, dan wordt het gewoon één houtblok. Weet je, dat is wel apart. Dat is wel leuk. Dus stel voor je hebt te veel slabs. Nou, there you go. Zo. Huh? Het ziet er ook zo apart uit. Ik weet niet, dat heeft wel wat. Maar we gaan het natuurlijk niet zo houden. Tot nu toe vind ik het er best wel vet uitzien. Je moet alleen onder zoveel dingen even zo dingetje plaatsen. Oh nee, dat is niet goed. En hier. En hier. Nou ja, kijk eens even. Ik vind het echt mooi geworden, mensen. Ik vind het... Holy shit, moet ik natuurlijk niet gaan vallen. Dat is niet leuk. Maar ik vind het mooi geworden. Ik moet eerlijk zeggen, het heeft wel wat. En het is sowieso een stuk mooier dan dat het hiervoor was. Want hiervoor stond er eigenlijk helemaal niks. Dus vandaar. Dus, dan weten jullie dat ook gelijk. Dit dichtmaken zo. Het invallen is natuurlijk niet leuk. Zo. Oké. Dit vind ik er in principe best wel leuk uitzien. Je hebt gewoon een leuk bruggetje. Je kunt er uiteraard wel van afvallen. Maar holy shit, wat is dit vet. En met een beetje klasse gaan we hier nog wheels bij aanleggen. Met een klein beetje klasse. Maar dan ga ik even kijken hoeveel rolls ik heb. En dan ga ik de episode afsluiten. En dan kunnen jullie op de Wall of Fame komen door te doen wat ik net heb gezegd. En als jullie niet hebben geluisterd, moeten jullie de video maar even terugspoelen. Want ik ga het niet weer vertellen. Want ja, dat is nou een grapje. Ik ga het wel weer vertellen. Anders lijkt het net op leren. Mensen, jullie moeten even een leuk berichtje achterlaten hier beneden in de comments. Waarom jij vindt dat je op de Wall of Fame moet komen. En that's it. Dan kun je op de Wall of Fame komen. Trouwens, heb ik dit al wel weer geoogst. Heb ik niet gedaan. Dan ga ik het nu even doen. Want het moet natuurlijk wel. Zo. Want dat is belangrijk. Hoppakee. Kijk. We hebben seeds erbij. En dat betekent dat wij dit weer even lekker terug kunnen gaan plaatsen. Ik vind het in principe best wel vet geworden. Deze, ja, dit wheat farm-achtige gedeelte. Hebben we nou gewoon te... Oh, we hebben al een stack seeds. Uiteraard. Oké. Okay. Hoeveel wheat hebben we erbij? 41 wheat hebben we nu. Oké, leuk. Dan ga ik dat even hierin doen. Hoppakee. 47 wheat. Nou ja, mensen. Bedankt voor kijken bij deze video. Vond dit nou een leuke video? Of zullen we gewoon... Ik ga nog heel even door. Gewoon even omdat ik zoveel van jullie hou. En dat jullie zo awesome zijn. Ik kan het gewoon niet maken om gewoon nu al te gaan stoppen. Wat gaan we hier eigenlijk mee doen? Want die dingen die blijven maar groeien. Daar moeten we ook even wat mee gaan doen. Als we nou gewoon wat meer hiervan gaan maken. Dan hebben we gewoon meerdere rijen, zeg maar. Dat lijkt me ook wel leuk. Zo. Hoppakee. Ah, ik wil eigenlijk eerst even die haven af hebben. Dat lijkt me wel wat episch. Episch-achtig. Zo. Hop. Hop. Nou, kijk, zoals jullie misschien nu wel kunnen zien, zitten we al bijna aan de anderhalve stack van die sugarcanes. Waar we eventueel wat leuke dingen mee kunnen gaan doen. Maar ik laat het lekker zo, want als er nog meer komen, ja, dan zit je helemaal zo van, wat de fuck moet ik ermee doen? Ik heb namelijk geen koeien. Wat ik nu even ga doen, ik ga even wat hout hakken, want we hebben namelijk meer hout nodig voor die stijgen. Want hoeveel hebben we nog? Nee, we hebben helemaal niks meer, dus we moeten echt hout hebben. Dan gaan we dat even hakken. Hoppakee. En uiteraard moeten we alles terugplanten wat we krijgen, want anders zijn we ook de lul. Zo. Hoe meer hout, hoe beter gaan we allemaal gebruiken. Dus ja, dat is hartstikke leuk. En we moeten de heilige boom natuurlijk niet aanraken. Want van die heilige boom, waar ik zeg maar de bordje op heb geplaatst, heilige boom. Daar wil ik uiteindelijk zo'n hele grote jungleboom van gaan maken. Niet zozeer een jungleboom, maar eigenlijk een soort jungleboom van oakwood wil ik. Maar dan enorm groot. En dan zeg maar junglewoodboom, maar dan vier keer zo groot eigenlijk. Daar komt het op neer. En dit gaat zoals jullie zien wel lekker. Met skyblock bijvoorbeeld, dan moet je dat eigenlijk ook gewoon doen. Dan moet je gewoon met slabs moet je gewoon gaan bouwen. Heel veel mensen doen dat niet. En die zeggen van ja, mobs die spannen niet op slabs. Dat is gewoon flauwekul, want dat doen ze wel. Oké, dat heb ik gewoon gezien. Dat doen ze wel. Oh ja, en trouwens, Skygrid lijkt me ook wel een keer leuk om op Doe Maar Game te doen. Dat is Minecraft. Maar dan heb je Skygrid. Wil ik een keer samen met Job gaan doen. Bij de 1000 likes ga ik dat samen met Job doen. Nee, grapje. Nou, dat is wel even. Oh ja, dan sowieso. Bij de 1000 likes ga ik dat doen. Beloofd. Oké, we go downstairs. En we gaan eens even kijken of wij een bel hebben. Of hebben we überhaupt nog wel iron? Holy moly, we moeten echt nog eens een keer gaan minen. Ik ga wel even offscreen minen. Dat ik in ieder geval de volgende episode weer wat resource heb. Of we doen het wel even onscreen. Moet, oh, hier hebben we nog wat iron. En dat is toch een partijtje mooi. Dan kunnen we dat goed gaan gebruiken uiteraard. Ik heb echt geen flauw benieuwd van hoe lang ik deze episode al bezig ben. Dat kan, voor mijn gevoel is het al wel 15 minuten. Maar straks is het 5 minuten of 6 minuten. En dan ben ik veel te kort bezig. En dat vind ik ook weer zo jammer. Dus ik moet een beetje... Dat is zo moeilijk, hè. Dan moet je een beetje de balans vinden tussen hoe lang ben ik nou bezig. En timers, dat doe ik nooit. Normaal ga ik altijd op gevoel af. Ik ben echt een gevoel-you-achtig tuber iets. Ik weet het niet. Oeh, hier hebben we gewoon nog iron. Episch. Dan maken we even snel 2 bijlen. Omdat het kan. En we hebben hier toch een heel bomen eilandje, dus...
There you go. Hoppakee, dan kunnen wij weer eens even lekker bezig gaan met het verzamelen van wat saplings. En uiteraard van houden, want saplings moeten we uiteindelijk terugplaatsen. Ja, hier zit wat iron in, maar dat pakken we later wel. Maar ons eilandje ziet er best wel episch uit, mensen. En shaders maakt het natuurlijk helemaal mooi. Tenminste, ik vind shaders echt fucking episch. Jullie ook trouwens, dat heb ik van jullie allemaal gehoord. Jullie vonden het allemaal leuk. Vond je het leuk? Ja, jullie vinden het leuk. Nee, grapje. Nee, ik vond het leuk, shaders. Ik vind het wel wat toevoegen aan de game. Maar het is op zich natuurlijk al fucking episch. Alleen, ja, shaders die voegen er toch wel iets aan toe, naar mijn mening. En waarom staat dit hier überhaupt? Oké, dan. Dit mag weg. Wol, heb ik dat nodig? Nee, eigenlijk niet. Maar ik gooi gewoon even de dingen weg die ik helemaal... Oeh, een saddle. Dat had ik helemaal niet verwacht dat ik dat nog had. En obsidian en zand. Nou ja, dat heb ik ook niet nodig. Heb ik in ieder geval nu geen gezeur meer. Is in principe wel fijn. Even kijken, kan ik nog wat weggooien? Ja, of kan ik wat stekken? Nee, dat kan niet, hè. Jawel, dat kan wel. Hier hout. Hop. Kan ik tenminste wat saplings oppakken voor de zekerheid? Voor als het überhaupt nog kan zometeen. En, oh, dit was de heilige boom. Oh, nou, doe je heilige boom. I'm sorry. Was niet de bedoeling. Nou, eigenlijk was het wel de bedoeling om jou hier te laten staan. Maar dat heb ik niet gedaan. Dus dan, ja, doe je heilige boom. Oké, we gaan lekker veel hout verzamelen. Dan kunnen we de volgende episode in ieder geval weer verder gaan. Met deze prachtig mooie haven. Want dat wil ik de volgende episode sowieso wel weer gaan doen. Want anders komt hij natuurlijk niet af. De haven. En ik wil echt nu gewoon projecten gaan starten. Bash of Arbor Island. Waarbij ik ook daadwerkelijk mee verder ga. We gaan tot de stekker. Dan ga ik de episode echt afsluiten. Anders wordt het wel iets te gek. Dus ja, dan weten jullie dat ook gelijk. En laat natuurlijk even een like achter. Dat vind ik heel erg. Waarschijnlijk vandaag weer League of Legends. Jullie vonden het allemaal hartstikke leuk. Vind ik natuurlijk fucking episch. Want als jullie het leuk vinden, vind ik het meestal ook wel leuk. Ligt eraan wat het is. Sommige dingen vind ik totaal niet leuk. Dus Black Ops. Dat speel ik echt liever niet. Oké. Nu kan ik de rest zeker niet meer oppakken. Dat dacht ik al wel. Nou, pak deze nog even. Zo. Mensen, bedankt voor kijken bij deze video. Laat even een groen netje dat jullie deze video leuk vonden. Wil je op de Wolfame? Laat even een leuk berichtje achter met erin waarom je op de Wolfame moet. En natuurlijk even delen via free met Facebook en Twitter en shit. En even een like achter. Laten we mensen kijken tot een nieuwe episode van Minecraft Survival Island. Later.